dingen doet je goed. Haagse dingen moet je kijken in. Haagse mensen die het graag ontmoet. En ook voor herinneringen. Haagse hart soms maar kan zijn. Het is je stad, je eigen. Het voelt vertrouwen, het is Haagse terrein. Het werd een week van Hagen uit. Ook van de jongerij en van de oudjes die nog weten hoe het leven vroeger was. Maak het Haagse leven heel erg rijk of krab en kal. Ja, de haak, die Haagse dingen. Ja, zo Haagse als Haagse kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd. Het kan gewoon niet Haagse zijn. Leuk dat u weer naar ons kijkt. In deze aflevering hebben we drie onderwerpen. Straks bezoeken we een theater, laten we u een creatieve hobby zien, maar we gaan nu eerst naar een feest in Wateringse Veld. Ik sta hier bij een gezellig feest en dit feest is georganiseerd door volgens mij een van de jongste organisators van Nederland. Ja, ik ben Jimmy Smit, ik ben 18 jaar en dit feest heb ik georganiseerd voor de wijk. Ik zit hier met een trotse moeder, hoe voelt u zich? Ja, hartstikke goed. Het is gezellig als je zoon dit kan regelen. En gezelligheid voor de buurt, gezelligheid voor de mensen. Ook om de mensen dichter bij elkaar te brengen. En Jimmy heeft het eerder in het klein georganiseerd en nu in het groot. Ja, daar ben je als moeder zijn natuurlijk hartstikke trots op. Ik had een prijs gewonnen, 7.500 euro. En een heel mooi feest gaan we ervan maken. En wat ik zo bijzonder vind, georganiseerd zonder organisaties. Klopt. Ja, we hebben wel de mensen van Stichting Mooi hebben we achter ons staan, naast Joa. En ze heeft nog iemand bij zich. En op die manier wordt alles goed in de gaten gehouden, want Jim is tenslotte 18. En iedereen in de wijk die kent elkaar eigenlijk. En als je dan op zo'n dag als dit kan organiseren en met super mooi weer, dan word je allemaal gelukkig van. 3, 2, 1, go! Ging het makkelijk, het organiseren van de hele klus? Ja, de klussen waren voor vergunning regelen, dit regelen, alles op laten bouwen, heb ik gelukkig gedaan, want ik ken zelf niks, weet je. En kan je nou wel slapen dan, al die dagen daarvoor? Ik was best wel zenuwachtig. Ja. En jij bent een DJ. Als wat moet ik dat in? Houd dat in? Ik draai eigenlijk alles. Mijn eigen stijl is EDM. Ik ben bezig met een album. Dus die ga ik straks ook draaien. Step up to the face,
Succes nog vandaag! Dankjewel, gaat zeker lukken! En had je verwacht dat dit zoveel werk zou opleveren? Ja, ik had wel een beetje voorgesteld, maar redelijk. Ja. Nou, ik wens je veel succes, maak er een leuke dag van. We kunnen niet alles zien, maar we doen het even. Oké, we beginnen met merengue. Merengue komt oorspronkelijk uit de Dominicaanse Republiek. En is heel simpel, let goed op. Ik begin met mijn linkerbeen. Als je wil, dan is je spiegelbeeld. Ik doe links gebogen, links, rechts. En dit doe ik iets sneller. En links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dit is merengue. Ja? We beginnen allemaal met onze linkerbeen. Hand in dansen, zou ik. Dus ik doe 5, 6, 7, basis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loop naar voren, dan loopt iedereen naar voren. Kom maar. En nu naar achter, en naar achter, dan loop je naar achter. 4, 5, 6, schuiven naar links en zij sluiten. 5, 6, linker basis 1, 2. Hand in dansen, zou ik. En lachen. Jawel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loop naar voren, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naar achter en 1, 2, 3, 4, 5. Nog een keer naar voren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naar achter en 1. Door de jaren heen verdwijnen hobby's. En sommige komen terug in een nieuwe vorm. Neem nou bijvoorbeeld een mini-stack. Weet u dat nog, van die kleine vierkante dingetjes? Nou, dat bestaat weer, maar het heet tegenwoordig anders en het is nog zelfs kleiner als toen. Kijkt u maar. Nou, ik sta hier bij een meneer en die heeft een hele geduldige hobby. Kunt u er iets over vertellen? Ja, de hobby heet Pixo-hobby. Dat is de verfijnde uitvoering van vroeger van mini-stekken.
Deze hobby doe ik al 10 jaar. Ben ik met uiteraard kleine dingetjes mee begonnen. En uitgebreid naar steeds grotere objecten. Dit is een deel van een matje. Ja. En daar staat een kleurnummer op. En bij aangegeven op de tekening staan dus de tekentjes zwart, rondje, kruisje of een driehoekje. En ik moet nog een enkele pixeltjes aanbrengen op deze kruisjes, dat is al de kleur 198 die ik op, momenteel in mijn handen heb. En dan pak ik dus één zo'n pixeltje erop, daar zit een gaatje in. En op die plaatjes zitten pingetjes. Dan heb ik hem dus op het kruisje aandrukken. En dan zit hij vast. En dan waren de patronen, maar heb ik ook, want die haal ik van internet af. En die patronen die zijn dus vrij goed uit te printen. Als je maar zorgt dat de printer op niet schalend staat. Deze hobby bestaat uit 180 verschillende kleuren, die pixeltjes. En die pixels zitten namelijk op een matje. En dan zitten 140 pixeltjes op één zo'n matje. En dan afhankelijk van een patroon wordt aangegeven, want elk matje heeft ook een kleurnummer. En daarmee kan ik dus aantonen van ik heb zoveel van die kleur nodig, zoveel van die. En die ga je dan met een pincetje, zoals deze, kan je dus de pixeltjes vanaf het matje afhalen en dan zit er één pixeltje, een gaatje. En op de basisplaat waar ik het op moet duwen, zitten er pingetjes op. En zo ontstaat dus het algeheel model wat je wil gaan maken. Hier, nou staat hier een hele mooie grote. Ja, dat is een voorwerp van een Grieks huis. En daar zitten er op 15 platen op, plaatjes, van elk 2000 pixeltjes. Dus hierop zitten dus 30.000 pixeltjes. En de lijst die erom zijn, zijn speciaal gemaakt voor deze hobby. Okay. Zijn dus nergens te koop, alleen maar bij de pixel hobby in Nederland. En deze kleuren zijn allemaal kleurecht. En je kan het ook nog eventueel even met een heel zacht vochtig doekje even afnemen als de stof zou zijn. Dat is voor de mensen thuis die altijd opruimen, vinden wel prettig dat schoon te maken van. Ja. En dat houdt ook een beetje de kleur op. En je kan het in de zon hangen of niet, het is kleurecht. En het is allemaal van plastic gemaakt. En daar is dus in Nederland één groot importeur. Maar het is wel internationaal, want ook in Amerika doen ze het ook. En daar heb ik ook wel van internet bepaalde sites bezocht. En daarop zijn weer andere modellen te verkrijgen die hier in Nederland niet te verkrijgen zijn. Wij van Haagse Dingen waren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij een workshop bij Theater De Vijand. Nou, goedemorgen allemaal, welkom deze zaterdagochtend. We gaan vandaag karakteren werken. Dat is het hele korte verhaal. En Jubal, wie doen er mee? Jullie doen allemaal niet mee. Oh, ja. Heel simpel gezegd, je hebt een aantal vragen doorgestuurd al, hè, waar je aan zou willen werken. Daar kun je natuurlijk helaas niet overal aan werken, maar ik heb ze een beetje gezien en de meeste dingen zullen ongetwijfeld aan bod komen. Dat kunnen we nog maar even kort bespreken. En er is hier een soort van workshop. Waarom is dit gedaan? Nou, dat is eigenlijk gedaan om de Haagse amateurs steun in de rug te geven. Hè. Er zijn in Den Haag een aantal hele fanatieke amateurspelers. Mensen die ook zichzelf graag willen verbeteren. Ook al hebben ze dan niet een officiële scholing gehad. Toch zo goed mogelijk willen presteren op de toneelvloer. En dan nodigen we een vraag in ieder geval af en toe een gerenommeerde docent. Die dan een masterclass kan geven aan mensen. Het zijn acteurs die bij de
toneelcompetitie zijn uitverkozen vaak. Hè, dan als beste acteur of genomineerd zijn als. En waarvan we weten, nou, die kunnen we wat aanbieden en die hebben er ook wat aan. In vijf zinnen. Want zij komt meteen, ja. Wat je vaak bij audities hebt, hè, in film, maar wellicht ook bij theaters. Mensen zeggen, nou, stel je voor, et cetera, en nou, vertel het over jezelf. Dat gaan we nu natuurlijk niet doen. Maar het vermogen om gewoon kort en bondig neer te zeggen wat je wil en waar je op uit bent of wie je bent, dat is eigenlijk al het begin. Dus om dat gewoon kort en krachtig neer te kunnen zetten. Dus dat is meteen ook de eerste oefening. Jij geeft hier een masterclass. Hoe is dat om jouw ervaring te delen met andere acteurs? Het is ontzettend leuk om ervaringen te delen met andere acteurs. Hè. Ik geef geregeld masterclasses in acteren. Ja, omdat het jezelf ook weer aanscherpt. Hè? Qua visie van wat vind je nou goed en waarom. En vooral hoe krijg je mensen snel daar waar, nou, waar ze beter acteren. Dus ontzettend leuk, want ja, je bent nooit uitgeleerd. Nou, ik ben Ina Kuiper. En wat ik vandaag zou willen leren is camera acteren. Ja. Ik ben vrij nieuw in het hele acteren. En ja. Dat is iets wat ik helemaal nog nooit gedaan heb. Ja. Het allerbelangrijkste is om jullie eigen denkproces en dingen waarop je let, om dat aan te scherpen. Want ik ben er vandaag en hopelijk komen we elkaar over een tijd weer tegen, maar hierna ja, ben ik weg. Nou, ik vind het wel heel belangrijk dat ik zo natuurlijk mogelijk overkom. Oké. Okay. En dat heb je misschien als acteur wel vaker, dat je een beetje veel doet. Mm-hmm. En ik zou wel graag wat genuanceerder willen spelen. En wat voor soort wedstrijd is dat? Hoe is dat ontstaan? En van waaruit gebeurt dit? De toneelcompetitie heet het, waarvoor allerlei groepen zich aan kunnen melden. HVA is een overkoepelende organisatie die allerlei theatergroepen steunt, die zich aanmelden, die lid zijn. Ze organiseren dus ook een aantal dingen, waaronder die toneelcompetitie, een dialogenfestival, Haagse Oscars. En goed, in het kader daarvan is dus ook die masterclass. Het is vooral ook om je te willen ontwikkelen. Ik ben Maarten Kooi. En ik hoorde ook vanochtend inderdaad pas dat een van de punten vandaag cameraacteren was. Dus dat was een verrassing. Ook een script erbij. Oh! Okay. Ja, ja, ja. Je kent je tekst niet. Nee. Wel. Heel veel humor uit mijn hoofd. Nee, maar überhaupt, hè? Jullie acteren natuurlijk allemaal. Sowieso, gefeliciteerd met jullie prijs. Dank je wel. Ik ben de prijs. Nee, wat goed. Nee, maar wat leuk dat jullie de prijs gewonnen hebben. Want zitten jullie bij elkaar in een gezelschap? Nee. Die kennen elkaar al. Nee. Ja, nou, vandaag wil ik elkaar absoluut niet meer kennen. Dat hebben ze goed gespeeld. Ja, eigenlijk ook om eigenlijk het amateurtoneel wat meer voeten op aarde te krijgen, laat ik zo zeggen. Ja, mensen ook te ondersteunen. Want als je bij het amateurtoneel gaat, dan denk je van, nou, leuk, ik wil graag toneel spelen. En dat doe je dan ook. Maar er komen natuurlijk een hele hoop dingen bij kijken. Ik bedoel, je kan contributie betalen. Maar het is, ja, zaalhuur is best hoog tegenwoordig. Er valt niet zoveel meer te sjoemelen. Je hebt gewoon een beetje geld nodig om iets te realiseren. Hoe doe je dat? Hoe vraag je een subsidie aan? Hoe krijg je een publiek? Nou, het HVA ondersteunt in een heel aantal van dat soort zaken. Maar wat zou je willen leren? Het iets genuanceerdere spelen, wat Nahani ook al aangaf. Mm. En het ook het wat diepere emotie. Dat je ook zonder tekst gevoel kan overbrengen. Hoe ben je zelf in het vak terechtgekomen? Kwam je er zomaar in? Ik heb de toneelschool gedaan in Amsterdam. En daarna ook in New York en Londen verder gestudeerd. Dus ja, in die zin, ik ben wel vrij laat begonnen. Toen was ik echt 19 of zo. Dus ik ben niet iemand die echt vanaf zesde al aan het acteren is. Maar op die manier, op de toneelschool. Ja. Mm. Ik ben Hans-Peter Lichthuis. Het is voor mij een compleet nieuw terrein, acteren voor een camera. Dus ik sta open voor alles. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan voor een camera acteren. Oh, nou, wat leuk. Ja. En als je dan een aantal voorstellingen gespeeld hebt voor jouw publiek, dan kan het ook leuk zijn om een beetje een nieuw publiek te werven. Dan heb je een toneelcompetitie. Dan kunnen allerlei mensen gaan naar elkaars voorstellingen ook kijken. Je werkt. Ik heb de gelegenheid een nieuw publiek te werven. Mijn naam is Alexander Kuhlman. Ik heb veel plezier als er wat te lachen valt op het toneel of voor de camera. Ja. En komische timing, dat lijkt mij een mooi onderdeel om daar wat meer te leren. Als het niet vandaag is, dan op een ander moment. Ja. De herhaalbaarheid. Ja, ja. Met name herhaalbaarheid van emoties. Ja. Dus, los van de stemtechniek en zo, dat gaat meestal wel. Bij emoties vind ik echt wel lastig. Ja.
we gaan natuurlijk gewoon een aantal dingen werken, want in het leren zit natuurlijk ook voor een deel in het doen. Maar wellicht kunnen we ook even een ruimte vinden, spreek je tussendoor aan of weet ik wat, rustig, steek maar je hand op. Als je vragen hebt die er misschien aan grenzen, dus durf ook gewoon vragen te stellen. En nu zit je er zelf als regisseur in. Wat betekent voor jou zo'n organisatie? Nou, ik werk zelf een beetje in een ander veld, maar ik vind, ja, ik ben er ontzettend voor om de amateurkunst zoveel mogelijk te steunen. Wat hoop je eigenlijk dat ze oppikken tijdens jouw uitleg? Ik hoop dat de deelnemers vandaag vooral het plezier in het acteren, dat het nog groter wordt. En ook de techniek, dus alle zaken waar ze op kunnen letten om zichzelf en collega's, mensen met wie ze werken om hen heen, nog beter te maken in het acteren. Want je merkt dat mensen echt heel enthousiast mee bezig zijn, vaak veel tijd erin stoppen. En het is heel prettig om een aantal technieken te hebben, waardoor je weer snel beter wordt. Ja, ik ben Sanne. Ik kom in de eerste plaats omdat ik even de laatste tijd totaal niet met toneel bezig ben. En ik vind het heel leuk om weer even gewoon een dagje helemaal weer erin te duiken. Ja. En ik heb een veel te moeilijke leervraag. Ik wil namelijk me veel beter inleven, leren leven in personages. Maar waarom is dat moeilijk? Dat is echt, eigenlijk wel, ja, het kost even wat tijd, maar het is wel op te lossen om het wel te zeggen. Ja, niet dat het een probleem is, maar het zit gewoon in het denken. Het is wat minder populair geworden de afgelopen jaren, wat ik heel erg jammer vind. Omdat ik vind dat toneel en theater, het zelf beoefenen daarvan, zoveel meer is dan even 2 uurtjes in de week wat gaan oefenen. Het heeft een enorme sociale impact ook. Het heeft heel erg een impact ook om jezelf te blijven ontwikkelen. He, als je een rol speelt, dan een onderdeel daarvan is ook dat je kan verplaatsen in een ander. Nou, dat zijn allemaal, vind ik, hele waardevolle sociale dingen. En dat in een tijd van individualisering, waar mensen steeds meer achter een computer verdwijnen, vind ik dat heel belangrijk. Nou, ik ben Darwin Vos. Ik zou eigenlijk willen alles wat benoemd is hier zo. Ja, heel goed. Dat is één dat zeker is. En sowieso wat zij net gezegd heeft, dat lijkt me ook wel. Dus dat zat ik ook wel in mijn hoofd. En het ook wel het natuurlijk brengen van een personage. Lijkt me wel wat ik zou willen leren. Oké. Ready? En actie. Tekst. Hoi. Hallo. Zou je mij 100 euro kunnen lenen? En wat ik denk ook handig is, het verruimt je geest, maar ook dat je makkelijker contact met andere mensen zou kunnen gaan vinden. Dat is ook waar. Je werkt heel intensief samen als je toneel speelt. En vaak ook daarna nog, want je hebt vaak, het roept ook zoveel op als je toneel speelt. Als je op onderzoek uitgaat, hoe moet ik zo'n rol spelen, hoe zit zo'n situatie in elkaar. Dat napraten in het café is bijna een vanzelfsprekendheid. Dus je denkt er nog over na, je filosofeert erover na, je gaat thuis oefenen. En het gezellige ervan is toch ook een belangrijk aspect, ja. Ja, heel goed, heel goed. En pak hem maar weer van begin af aan als je wil. Je moet wel wat twijfel zien. Je wilt twijfel zien? Ja, juist wel. Als je ook wel probeert te bedreigen en te intimideren, is het wel goed dat er wel wat twijfel is. Want anders word je een soort machine, zou ik maar zeggen, die geen twijfel kent. En dan kunnen we ook ons heel moeilijk met je meeleven, of iets ergens. Ja? Ja. Dus dan wordt het wel even. En kijk of je net iets vlotter kan doen in het begin. Dus het is heel goed dat je het duidelijk neerzet, maar gewoon wat. Ja, ga je gang. Ja. Precies, met meer tempo. Hoi. Hallo. Dat je wegkijkt. Zou je mij 100 euro kunnen lenen? Liever niet. Wij zijn vrienden. Nou, het belangrijkste is vooral heel goed leren observeren. Dus mensen die jij goed vindt acteren, wat doen ze dan wat je goed vindt? En het verschilt, hè? De ene vindt. De ene acteur fantastisch, de andere acteur, dat doet er in principe niet toe. Het gaat erom dat je kan benoemen wat je goed vindt. En dat zelf ook gaat leren. En nu, alles wat je gedaan hebt, dat alleen te denken, maar het niet uit te drukken. Ja. Dus je komt helemaal niet naar voren, naar achteren, niks. Ja. Je mag wel een slokje nemen, natuurlijk prima. Maar je denkt het alleen maar. En je doet het niet. Je gaat niet verder naar voren. Geen fysiek dus verder? Nee, geen fysiek. Echt alleen maar hetzelfde denken. Kijken. Ja.
bezoek is. Hoi. Tekst. Hallo. Zou je mij 100 euro kunnen lenen? Liever niet. Wij zijn vrienden. Jij geeft het toch nooit terug. Oké, heel goed, tot hier. Nou, zag ik dat jullie nog binnenkort een festival hebben. Kan ik daar mee aan doen? Ja, het is een dialogenfestival. Ja, het is hartstikke leuk. Iedereen die denkt van, nou, ik heb een leuke dialoog, die zou ik wel graag voor het voetlicht willen brengen, die kan meedoen. Mag maximaal 15 minuten duren. Dus je kan ook iets bedenken van je denkt, oh, wacht eens, ik heb dit nog op de plank. Of ik heb zelf eens iets geschreven, dat wilde ik altijd nog eens doen. Het mag dus ook 1 minuut duren. Dus dat is heel leuk. Als publiek ook, je krijgt heel veel voorgeschoteld op zo'n avond. Enorm veel dialoogjes. Daar mag iedereen zich voor aanmelden tot 15 mei. En in juni, even kijken, 23, 24, 25, meen ik, kijk even op de website. Dan is er dialoogfestival in Theater Vrijant. En ik zou zeggen, kom kijken. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering. Nou, heeft u nou suggesties of ideeën? Laat het ons weten via het bekende adres. Nou, voor ik afscheid van u neem wil ik u nog vertellen dat we op 18 juni die eerstvolgende nieuwe aflevering hebben. Nou, bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Dag. Ja, zo hard als hard kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd. Het kan gewoon niet Haagse zijn.